Wat doe je als je vindt dat jouw dominee te streng in de leer is? Dan ga je zelf iets regelen. Aan het begin van de 20e eeuw woedde er een hevige geloofsstrijd in de hervormde kerk. Tussen orthodoxen, die streng in de leer waren, en vrijzinnigen, die meer ruimte in het geloof wilden hebben. Die kerkelijke burgeroorlog was het gevolg van een emancipatiegolf onder orthodoxe gelovigen. Die wilden meer macht in de kerk ten koste van vrijzinnigen. Zij streefden een ware kerk na waar geen ruimte was voor halve, dus vrijzinnige, geloofsopvattingen. Het was voor hun een heilige strijd om die vrijzinnigen uit de ware kerk van Christus te werken. Wat doe je dan als vrijzinnige? Je wilt wel lid zijn van de kerk, maar niet van een kerk waar de orthodoxie de lakens uitdeelt. De vrijzinnigheid, die altijd al een grote geloofstroming binnen de kerk is geweest, gaat zich dan organiseren in een soort belangenorganisatie binnen de hervormde kerk. Deze kerk, de Martinikerk in Bolsward, kan gezien worden als de geboorteplek van die vrijzinnige belangenorganisatie. De dominee die hier stond, dominee Niemeyer, richtte in 1904 de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland op. In de jaren na 1904 ontwikkelde deze VVH zich tot een landelijke organisatie met meer dan 300 plaatselijke verenigingen. In Noord-Holland, Drenthe, Friesland, Zuid-Holland, Zeeland, overal in Nederland. Om het even ingewikkeld te maken, die vrijzinnigen organiseerden zich op verschillende manieren. Hier in Noord-Holland was de vrijzinnigheid behoorlijk groot en behoorlijk invloedrijk. Zoals hier in de grote kerk van Naarden. Hier vormden die vrijzinnigen een meerderheid. Dus aan zo'n strijdende belangenorganisatie was hier niet zo heel veel behoefte. Er is hier uiteindelijk wel een vereniging geweest, de VVH Naarden. Maar die was vooral actief binnen de gemeente. En zij probeerde het gedachtegoed te verspreiden. En dat deed zij door lezingen te organiseren. Een kwart van de hervormde gemeentes was in die tijd vrijzinnig. Maar woonde je als vrijzinnige in een orthodoxe gemeente, dan had je vaak pech. Want dan was er vaak geen ruimte voor jouw geloofsopvattingen. Vrijzinnigen die zich in die gemeenten gingen organiseren, deden dat vaak buiten de kerk om. Het meest extreme geval vinden we hier in het Drentse Koekangen. De VVH ging hier zelf kerkdiensten organiseren. En waar deden ze dat dan? In de plaatselijke kroeg. Het was de enige plek waar ze terecht konden. Eén voordeel? Het is wel makkelijk met koffie drinken na de dienst. Of een biertje na de dienst. Veel succesvoller ging het er hier in Arnhem aan toe, waar de vrijzinnigen zelf kerkje gingen spelen. Ze gingen zelf kerkdiensten beleggen, ze zamelden geld in voor een eigen voorganger en ze kochten uiteindelijk een eigen gebouw. Dit kerkgebouw. De vrijzinnigen hier redden zich dus prima. Maar je kunt niet zomaar een kerk binnen een kerk beginnen. Ook de hervormde kerk heeft haar regeltjes. Het is prima als je iets zelf doet, maar je hebt niet zomaar de status van een kerk. Dit mochten ze dus ook geen kerk noemen. Ja, een verenigingsgebouw, dat was geen probleem. En de kerkdiensten, ja, dat worden dan godsdienstoefeningen. En een dominee, die noemen we dan maar een voorganger. Prima, met dat woordenspel konden vrijzinnigen wel leven. Het werd echter een probleem
als je een kind wilde laten dopen. Want dat is een sacrament en mag alleen plaatsvinden in een officieel kerkgebouw. In Arnhem zijn genoeg kerken, maar daar waren de vrijzinnigen niet welkom. Geen groot probleem natuurlijk, want gelukkig zijn er nog vrijzinnige dominees in de omgeving. Bijvoorbeeld in de hervormde gemeente van Spankeren. En dus gingen de Arnhemmers daar naartoe. 30 kilometer heen, 30 kilometer terug. Tja, je moet er wat voor over hebben. De jaren 30 zijn de gouden jaren van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Er waren meer dan 100 afdelingen, meer dan 30.000 leden. Ja, de vereniging bloeide. Sommige verenigingen organiseerden kerkdiensten, zoals in Arnhem. Andere verenigingen boden lezingen aan, zoals in Naarden. Maar bijna alle verenigingen organiseerden jeugdwerk. En dat vrijzinnige jeugdwerk werd bekend onder de naam Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, de VCJC. Een begrip in vrijzinnig Nederland. Want alle leden van nu zijn vroeger naar de activiteiten van de VCJC geweest. Dit is de Bestmenerberg in Ommen. Hier organiseerde de VCJC Pinksterconferenties. Pico's geheten. Een soort zomerkampen. Waar duizenden jongeren uit het hele land naartoe kwamen. Ze kampeerden hier. Er waren toneelvoorstellingen, lezingen, muziekactiviteiten. Hier werd de vrijzinnige jeugd gevormd. Oké, en er werd ook wat afgevreden. Het kamp brengt jeugden samen uit de meest verspreide plaatsen. Wij trachten Gods stem te verstaan, willen met elkaar praten over dingen die ons innerlijk leven raken en proberen elkaar hierin tot steun te zijn en verder te helpen. De VVH ontwikkelde zich in een verzuild Nederland. We hebben allemaal wel gehoord van de katholieke zuil en de liberale zuil. Die vrijzinnige zuil was echter veel minder bekend. Toegegeven, die stelde ook wel wat minder voor. Maar de VVH werkte hard aan de oprichting van die zuil. Samen met andere vrijzinnige organisaties, zoals de Remonstranten, Doopsgezinden en de Protestantenbond. Die zuil is er niet helemaal gekomen. Daarvoor waren die vrijzinnigen ook te klein. Maar er zijn goede pogingen ondernomen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de eigen omroep. De vrijzinnig protestantse radioomroep. En die zat aanvankelijk in deze villa. Zo kon je luisteren naar vrijzinnige preken op de radio. Hoefde je niet meer naar de kerk. Voor mij is elk mens geroepen door het leven. Altijd. Elke dag komt het leven op ons af. Het vraagt ons, wat maakt gij ervan? Wat maakt gij van uw leven? De vrijzinnige zuil is hier in Den Haag misschien nog wel het meest van de grond gekomen. Je had hier vrijzinnige scholen en de VVH organiseerde zeer veel activiteiten. Van de wieg tot het graf was je hier voorzien. Over deze houtrustkerk kan ik trouwens nog wel een leuke anekdote vertellen, want hij was bijna gesloopt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verklaarden de Duitsers het gebied waarin de kerk staat tot sperrgebied. Alle bebouwing moest hier verdwijnen vanwege de aanleg van de Atlantikwal, de Duitse verdedigingslinie. Ook de kerk zou tegen de vlakte gaan. Maar het verhaal gaat dat de voorzitter van de vereniging, Nicolette Bruining, de Duitsers zou hebben omgepraat. Er staat hier vlakbij namelijk een sluis. Afbraak van de kerk zou die sluis kunnen beschadigen en dan zou alles hier onder water lopen, zo wist zij te vertellen. En de Duitsers, die trapten erin.
Die Nicolette Bruining was trouwens een van de oprichters van de VPRO. De oorlog legde het verenigingsleven in het hele land grotendeels stil. Na de oorlog veranderde er veel. Nederland was gehavend de strijd uitgekomen. Het was de tijd van de wederopbouw. En dat gold ook voor de kerk. Voor de oorlog woedde er nog die hevige geloofsstrijd. Maar als je iets moet opbouwen, is het misschien handig om de strijdbijl te begraven. En dat gebeurde dan ook in veel plaatsen. De vrijzinnigen die zich altijd buiten de kerk hadden georganiseerd, hier in Apeldoorn, in Arnhem, in Den Haag of hier in Zoetermeer, ze kregen weer een plekje binnen de kerk. Ze mochten er weer zijn. Dat ging natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Daar moest lang over vergaderd worden. Maar vanaf de jaren 50 en 60 zien we dat veel plaatselijke VVH's worden omgevormd tot zogenoemde wijkgemeenten van bijzondere aard. Wat betekent dat nu? Dat ze officieel onderdeel zijn van de hervormde kerk. Hey, nou kunnen ze hun gebouw een kerk noemen, hun voorganger een dominee en ze mogen dopen. Het ging dus goed met de vrijzinnigheid. Had je in de jaren 30 nog alternatieve geloofsopvattingen, dan werd je de kerk uitgeflikkerd. Maar vanaf de jaren 50 en 60 is er veel meer ruimte. De gouden jaren breken aan, zou je denken. Maar helaas. Het ging eigenlijk steeds slechter met de VVH. Het succes van de VVH is dat ze ergens voor moest opkomen. Ze had iets om voor te strijden. Maar in de jaren 60, toen was de strijd grotendeels gestreden. Wat moet je dan nog als vereniging? En dan komt er ook nog eens die ontkerkelijking bij. Het resultaat laat zich raden. Het aantal leden nam fors af. Er ontstonden financiële problemen. Plaatselijke verenigingen werden opgeheven. Met de VVH ging het niet goed. Terwijl die vrijzinnigheid juist bloeide in de hervormde kerk. Maar dan steeds meer in ongeorganiseerd verband. Tegenwoordig heet de hervormde kerk de Protestantse kerk. En de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden heet nu de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de VVP. Ze is klein, ze is marginaal, maar ze is niet verdwenen. Ze is misschien nog wel meer dan ooit een belangenorganisatie, maar dan met heel weinig leden. Maar aan het gedachtegoed ligt het niet. Dat blijkt wel uit verkoopsuccessen zoals geloven in een God die niet bestaat. Wat doe ik hier in godsnaam? En liberaal christendom. Allemaal vrijzinnige titels die recent zijn verschenen. Het probleem van de VVH is dat ze misschien wel te succesvol was. Toen ze in 1904 werd opgericht, kon je in de kerk maar beter niet zeggen dat je vrijzinnig was. De VVH heeft er hard voor gestreden, zodat je dat tegenwoordig wel kunt zeggen. Ik ben vrijzinnig, ben lid van de kerk en dat kan ik zeggen dankzij het werk van de VVH. Hoe ziet de toekomst van de VVP eruit? Zal ze blijven krimpen en uiteindelijk verdwijnen? Of keren die gouden jaren terug? Want men heeft het erover dat de protestantse kerk steeds orthodoxer wordt. Die geaccepteerde plaats van vrijzinnigen kan in het geding komen. En dat merk je vooral in de meer behoudende delen van Nederland. Zoals hier in het Zuid-Hollandse Schravenzande. Dit is de Bijbelbelt. Hier zijn de kerken orthodox en die orthodoxie wordt ook steeds machtiger. En misschien zorgt dat weer voor een nieuwe geloofsstrijd tussen de twee stromingen. Wie weet.